Nou, ze zijn er. Ah, we zijn er. Hallo. Hallo. Horen jullie mij? Ja. Oké, daar ben ik ook blij om. En Roos, ze horen mij. Roosje. Ja, hij doet het, hè. Jullie zijn er klaar voor? Ja, wij hebben twee goochelaars. Ja, hele bekende goochelaars. Hele bekende. Ze hebben overal gestaan. In de wereld. Ja, Moskou. Milaan. Parijs. Venetië. Londen. New York. Of... bij Denemarken, Stockholm. Ja. Ja. Vlakbij Zweeds, hè? Ja, maar ze hebben nog nooit opgetreden. Nee. Helaas. Maar de eerste keer zal hier zijn. Yay! Mooi. En ze zijn een beetje bang. Dus wij zijn assistent. Ongeveer, toch? Wij Roos? Zijn assistent. Ja, wij zijn assistent. Maar we gaan ze nu even roepen om te kijken of ze willen opkomen. Ja? Oké, daar gaat ie. Ze ja, dames en heren, ze zijn met z'n tweeën. Ze heten... Vicky! En... Robert! De Magic Liberty! Ja! Yeah! Doe maar even een applausje, hoor. Goed. Hallo jongens, kom maar! Kom! Oh! Ah. Goedenavond! Vic. Ja? Nou, sorry jongens, die hebben we geoefend. Roosje. Ja? Jij moet iets doen. Ja? Ja? Weet je het weer? We hebben het geoefend, Roosje. Ja. Ja? En jongens en meisjes, dames en heren, wij kunnen heel goed toveren, maar het applaus kan ik er niet bij toveren. Nee. Dus wij gaan nog een keer naar achter en dan mogen jullie het opnieuw proberen. Ja? Dus als wij daar op komen, dan beginnen jullie allemaal te klappen. Ja? Dus gaan we proberen, hè? Komt ie, hè? Harry? Ja? Ja, daar komen ze, dames en heren! Onze kerstverse artiesten, Magic Liberty! Kijk. Hallo. Ja, welkom dames en heren. Maar vooral jongens en meisjes. Welkom. Ja, het is een hele bijzondere en spannende avond. Zeker. Maar we zullen ons eerst even voorstellen. Ja, jullie hadden het al wel een beetje gehoord van onze assistenten. Hè? Maar dit is Rolf. Ja. Ja. Ja, kijk. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Alsof ze hebben geoefend. Ja. Nou, en dit is Victoria. Ik moet zeggen Vicky, anders wordt ze boos. Vicky? Hallo. Hallo. Ja, oh, dankjewel. En jongens en meisjes, wij hebben vanavond een show voor jullie. En dit is niet zomaar een show. Nee, het is een spel. Het is zeker een spel. Maar, daar hebben wij wel jullie hulp voor nodig. Zeker. Anders gaat het niet goed komen. Ja, en wel echt al jullie hulp. Ik zal het even uitleggen. Dit is de bedoeling. We hebben hier ons rad. Samen met onze lieve assistentes. Onze assistentes gaan aan het rad draaien. En daar komt een jaartal uit. En dat is niet zomaar een jaartal. Dat jaartal dat heeft te maken met het carnavalsthema van dat jaar. Want jullie moeten gaan raden welk carnavalsthema bij dat jaar hoort. Ja, maar dan gaan jullie natuurlijk niet... Ja, zomaar kunnen, denk ik. Dus wij gaan jullie daar ook bij helpen. Nou, en hoe gaan we dat doen? Ja, dat gaan we natuurlijk doen om door te goochelen. Daarvoor zijn we hier. Ja, we gaan inderdaad goochelen. Want wij toveren dadelijk mensen uit dat thema voor jullie op het podium. Zodat zij jullie kunnen helpen om te raden wat dat thema was. Ja, nou, precies. Nou ja, dan zullen we ons kunstje maar gaan doen, hè? Oh, ja. Ik vind het zo spannend. We gaan het gewoon... Ja. Gaat lukken. Ja, het goed. Gaat helemaal lukken. Vicky. Okay. Ja. Oh, ja. Wat stom. Ja, ja, mag ik? Ben je ook een spanning? Ja, ja, je mag. Jij mag het! Draai maar. Geef hem maar een slinger. Maar nu is het dus de bedoeling dat jullie gaan raden
welk carnavalsthema er bij 1989 hoort. Ja, maar ik denk wel dat we een klein beetje naar voren moeten. Ja, 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 niet zomaar. Ja, nee. Beetje naar voren, ja, komt u maar. Ja, 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 toch kan ook. Ja, ja, hou niet erbij, niet erbij, dan van hier af. Oké, oké. Daar gaan we. Oh, spannend. Ja, ja, we zitten echt, kijk, 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 helemaal leeg. Ja, ja. We gaan tellen. Ja. Ik mis iets. Wat dan? Oh, ja! Nee, 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 nee! Oh, oh, sorry! Ja, oké! Okay. Ja, ja. Oké! Okay. Ja, 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 ja! Nou, ja, daar gaan we dan! Daar gaat ie! 1, 2, 3! Oh, kijk hier! Oh, Rolf! En dit, wat is dit dan? Wat zou dit zijn? Ja, wat doen ze nou? Met een rollator. Oh, daar is iemand aan het draaien. Is dit een spelletje? Ja, ja, ja. Hey. Oh, ja, Rolf. Zit je in de auto? Rolf. Je zit erbij. Rolf. Ja. Een liedje. Hoor jullie een liedje? Oh, niet. Ja, daar komt op de schermen. Weten jullie al wat het is? Zeg het maar. Waar zit ze dan? Dit is ze erbij. Hier? Nee, dat is een man. Nee. Ja. Is dat je oma? Ja, oma. Nee. Ja, ik hoor het volgens mij. Ja? Ja. Ja, volgens mij had ze het wel. Zei ze het wel? Ja. Wat zei, hoe zei je dat? Grootmoeder? Grootmoederstijd? Ja. Is dat goed? Grootmoederstijd? Ja, is het goed. Ja, helemaal. Grootmoederstijd? Ja. Ja, zeker. Ja, nou, oma. Grootmoeder, succes, oma. Het is helemaal super. Niet zo moeilijk, zie ik hier. Nee, nee. Ja, maar, eerste keer was het nog een beetje lastig, maar we gaan er gewoon nog één doen. We gaan er gewoon nog één doen. Jullie worden hier steeds beter in. Let maar op. Nou, we gaan er nog één doen. Ja? Zullen we er nog één doen? We gaan er nog één doen. Nou, let op. Nou, assistenten, geef maar weer een slinger aan het rad. Spannend, hè? Spannend. Maar dan moeten we dus... 92! Nou moeten jullie dus eigenlijk even raden welk thema er bij 1992 hoort. Ja. Spannend, hè? Oh, wat zou dat nou zijn? Misschien kun je alvast een beetje denken. Harry, heb jij een idee? 1992. Ja, zo lang geleden. Ja, het is lang geleden. Misschien kunnen jullie alvast wel roepen. Roep maar niet. Misschien maar niet. Geef ons een hint. Ja. Kom op. Mijn haren ook weer wel in de ja, ja, kleuren zijn ook heel hard. Ja, ja, ja. Laat maar komen. Ja, ja, ja. Spannend. 1, 2, 3. Met een dansje. Oh, kijk hier, die mooie hokje. En een roosje. Geef een dansje. Wauw! We gaan het eigenlijk gewoon moeilijker maken. Ja, dit wordt de derde keer, hè? Nou, oh ja. Het is moeilijk! Vicky, we hebben dit al zo vaak gedaan. Ja, maar, we gaan het gewoon moeilijker maken. Het is nog nooit goed gegaan, 3 keer. Jawel, want 3 keer is scheefrecht. Kom. Ja, nou, oké, dan gaan we ervoor. Applaus, Rolf! Vicky. Oh, ja. Ga je mee? Oh. Moet het toveren. Oké. Okay. Oh. Jammer. Ja. Mag ik draaien? Dus. Ja, geef me maar een slinger. Ja, 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 ja,
glas. Okay. Jullie moeten goochelen. Ja, nou, kom eens maar op, wacht erop. Ja. Daar gaan we. Ja, daar gaan we. Ja. Oh, nou is het klaar, hoor. Al die confetti hier. Oké, dan gaan we weer, hè. Kom op, komt hij, hè. Komt hij weer. Eén. Twee. Drie. Chinees. Ja, dit kan ik ook niet lezen. En een limbo dansres. En emmertjes. Oh, en hier. Oh, nou. Ninja's? Nee, geen ninja's. Wow. Weet jullie het? Een buitendanseres. Een mute? Nee, geen musical. Wow. Nee, geen ruimte van mij. Nee, kom in de buurt. Nee, geen ninja's. Dit is heel verre. Dit is heel verre. Ja, tuurlijk. Hij gaat zo lekker. Hij gaat zo lekker. Hoe doen we gewoon nog? Ja. Ik heb er zin in. Ja? Ik ook. Ja. High five. Ja. High five. Ja. Nou, kom op. Oh. Maar, ja. Nou, assistenten, geef me maar een draad. Ja. Assistenten. Ja. Fik. Ja. Nou, ze horen het niet echt, hè. Leuk, dan moet je lief vragen. Assistenten. Hij ging lekker. Ja, echt wel. Zullen we gewoon nog één keer? Oh. Nee, we gaan nog wel meer keer. Hij is wel lekker. Nog een keer. Ja, zeker. Ben benieuwd. Hoppakee. Ja. Dan gaan we weer. Roosje, geef hem een slik. Ja, zeker. Komt-ie maar.
2019. Ja, maar er is nog geen jeugdprins voor 2019. Hoe moeten wij? Vicky, rustig. Ja. We gaan er gewoon even iemand bij doen. Ja. Harry. Ja. Harry. Ja. We hebben een probleem. Wat is probleem? Nou, je hebt 2019 gedraaid. Ja. Maar het is nog geen 2019. Oh, maar dan weet ik. Er is iemand in heel groot os die kan vooruit denken. Vooruitdenken? Ja, vooruitdenken. Die zullen we erbij roepen. Ja, nou... Straks zullen we hem roepen. Ja, hoe heet hij ook alweer? Frank. Frank? Ja. Oh, wat speciaal. We gaan de Frank en Frank applausje. Frank. Oh, dat is Frank. Hoi. Frank. Oh, Frank. Oh, Frank. Lang geleden. Hallo, Frank. Ja, nou, begin maar met toveren. En dan Frank jullie sturen. Dus even kijken, want nou, dit is wel iets wat wij eigenlijk nog nooit hebben gedaan. We moeten nou de toekomst gaan toveren. Maar... Ja, maar het ging zo goed. Maar kun je ik kan als wethouder natuurlijk heel goed in de toekomst kijken. Oh. En ik ben van financiën, dus ik kan ook heel goed tellen. Dus ik zit te denken, als we nou met z'n allen gaan tellen of zo, toverspreuk of zo, dan zien we wat het anders wordt. Als jij dan samen met alle kinderen wil tellen, dan moet het goed gaan. Ja, ja, maar die kinderen vertegenwoordigen, die kunnen helemaal niet meer tellen. Dus die kunnen het beter gewoon zelf doen. Ja. Op school leren ze helemaal niks meer in de volgende dingen. Nee, dat is de modeveldschool. Ja, wij zijn niet meer niks gaan doen. We tellen zelf wel. We tellen zelf wel. Zullen wij zelf tellen? Nou. Jullie meetellen? Jullie meetellen? Nou. Nou, oké, hè. Maar we kunnen ook één keer eventjes oefenen. Proeftellen? Ja. Ja. Oké. Oké, we kijken dat je niet te ver telt, hè. Want dan nee, want van... Ja. Ja, weet je? Van 3 naar 1 of zoiets? Ja, van 1 naar 3. 1 naar 3, oké. Ja, ik moet zeggen. Eerst oefenen dan. Okay. Even een proeftellen met jullie. Ja. Tel ik tot 1, 2, 3 en dan doe ik naar beneden. Weet wie de prins wordt van de jaren. Dat is spannend. Ja, we doen eerst keer oefenen. Oefenen, oké. Dus nog niet voor het echt. Nee, oké, oefenen. Deze is snap, hè. Let op, deze is snap. Hier komt hij, hè. Klaar voor, even een keel zo. Ja, dus 3 nog even iets. Ja. 1, 2, 3. Wij zijn er klaar voor. Maar we gaan wel een klein beetje naar voren, want ik vond het nog een beetje slapjes. Dit wordt wel de beste truc, hè? Ik vond het nog een beetje slapjes eigenlijk. Ik weet niet of het gaat lukken. Ja, het moet een beetje harder. Sleutel? Ja, dan gaan we proberen dan. Maar dan echt of want ik ben eigenlijk... Voor het echt of voor nog één keer oefenen? Nee, we gaan het doen. Weet je, we gaan het nu doen. Het is spannend. Oké. Nou, 1, 2, 3 doen we nog. We hadden dan net, anders komt er geen prins, denk ik, dit jaar. Oké, komt hij dan, hè? De prins van 2019, jeugdprins, hè? Komt hij aan? 1, 2, 3. Ja, de knallen. Ja, mensen, daar staan ze dan. Prins Jelf, Angela Mart en prinses Salle. Maar we gaan ze eerst even aankleden, dames en heren. En ondertussen vraag ik prins John en zijn adjudant en onze amperknal en president even ook over het podium te komen. En vragen wij onze assistenten om de kleding naar het podium op te brengen. Zodat onze hoogheid, in dit geval wethouder de Brok, ervoor gaat zorgen dat ze helemaal in het ornaat komen. Oh,
goed, en nou wil ik graag dat ze zichzelf even voorstellen. We gaan beginnen met onze nieuwe prins. Prins Jelle. Prins Jelle. Wacht. Adje nou, Bart. Sonne. Prinses. Sonne. Sonne. Hey. Heel goed, dames en heren. Mooi. Ja, daar hebben wij ze. Maar wat zijn hun zonder jeugdraad? Dan weet ik niet of zij zich al zo snel hebben kunnen omkleden. Want u heeft het wel of niet gezien, maar ze deden allemaal mee in de jeugdprinsonthulling. Moesten zich razendsnel weer omkleden. En dan is even de vraag of ze zo snel alweer klaar zijn. Zo te zien nog even niet. Denk ik. Ik hoop het wel, maar we gaan ze zo even misschien installeren. Maar wethouder de Brok, u bent hier en u was... niet alleen voor om even de onthulling te doen, maar ik denk dat u ook een heel mooi woordje zou willen richten. Ja, dankjewel Henry en complimenten jeugdcommissie voor deze fantastische prinsonthulling. We hebben wij een mooi stel. Ja, ik ben natuurlijk wethouder in Os, maar ik ben natuurlijk ook Berghemnaar en ook oud-prins, dus ik weet wel een beetje hoe het is hier. Jelle, jij komt echt een echte carnavalse familie. Jouw opa was een van de grootste carnavalsvierders die ik ooit heb gekend. Jouw vader en moeder zijn heel erg actief in het carnaval. Zelf was je vorig jaar adjudant en nu prins. En dat is wel interessant. Als de adjudant van vorig jaar dit jaar prins wordt, ben ik benieuwd of de adjudant bij de grote mensencarnaval dan morgen ook prins wordt. Ik ga het aan iemand vragen. Wordt de adjudant van dit jaar morgen ook prins? Nee. Nou, misschien weet jij er helemaal niet, Maart. Want jij bent natuurlijk de zoon van adjudant Mark, hè? En ja, afgelopen jaar geweldig carnaval gevierd. En hij zou het zo kunnen hoor, dat weet ik zeker. Dus ik ben heel erg benieuwd morgen. Misschien stroomt hij ook wel door, dat weet je niet. Jij bent hier adjudant. En ja, jeugdprinses Sanne. Jouw ouders zijn nieuw bij de Raad van Elf. Maar die gaan helemaal in het carnavalsleven gezogen worden. Net als jij. En jullie gaan er met z'n drieën in het jubileumjaar 5x11 een supermooi carnaval van maken. Ja, heel veel plezier.